Oké, welkom terug allemaal. Dus vandaag een filmpje over flitsfotografie. Ik zeg een filmpje, maar in de realiteit, zeker omdat ik met korte filmpjes werk van rond 10 minuten, zullen dit zeker meer dan. Dat zal eigenlijk een reeks van filmpjes worden over flitsfotografie. Daar valt het een en ander over te vertellen. Nu, het is zo als fotograaf, dus licht is zeer belangrijk. Licht is hetgeen uw foto maakt uiteindelijk. Je hebt verschillende soorten licht. Hier heb je nu bijvoorbeeld. Een vrij direct licht dat van het standpunt van de camera iets hoger, iets meer opzij, recht op mij valt. Dan heb je ook sterke schaduwen gemengd met omgevingslicht. Dus licht wat via de ramen binnenkomt in de studio. Wel, studio, ik moet zeggen, in de woonkamer. Nu, als je in sommige gevallen heb je niet genoeg omgevingslicht. En dan kan je wel je film gaan pushen naar, of je sensor, je ISO-waarde gaan verhogen naar 800, 1600, 3200. En de huidige grotere sensoren die zijn daar vrij goed in, die kunnen daar vrij goed mee overweg. Maar een alternatief is vanzelf je licht mee te brengen. Dus bijvoorbeeld hier, die continue lamp, dat is een LED-lamp die op mij schijnt. En die voor de verlichting in staat, of het hoofddeel van de verlichting. Nu, als je zelf licht meebrengt, heb je eigenlijk twee opties. Je kan continu licht meebrengen, dus zoals die lamp hier, die steek je gewoon aan of uit. Dat is hetzelfde als een gloeilamp, dat kan een gloeilamp zijn. Alleen het soort licht van een gloeilamp, je moet van elke lamp eigenlijk goed weten wat de warmte van het licht is. Dan kan je vooral voor digitaal, kan je dan de witbalans correct instellen. Alternatief is dat je iets meebrengt wat meer draagbaar is en dan kijken we naar flitslicht. Met draagbaar bedoel ik dit. Dit is een Nikon SB 26 flits. Je hebt ook de 24 met iets minder functie. Dat zijn vrij oude flitsers. Je hebt tegenwoordig ook, ik denk is dat de SB 400 en SB 600. Dat zijn de recente versies van deze flitsers. Ja, die hebben iets meer functies. Maar die functies die gaan dan vooral over het feit dat over de communicatie onderling tussen verschillende flitsen. Dus deze flitsen kunnen. Als je één flits op je toestel plaatst, of één flits verbindt beter met je toestel, dan kan die andere flitsen aansturen om zo vanaf verschillende punten een bepaald soort licht op je onderwerp te brengen. Maar dit is eigenlijk een ouder model. Die kan je wel triggeren via de flash. Dus als je deze aanzet, dan zal die zoeken naar flashlicht. Als je dan een andere flits hebt die afgaat, dan gaat deze mee afgaan. Bij flitslicht wat je eigenlijk doet is het licht controleren wat op je onderwerp valt. Deze kan je op alle mogelijke manieren kan je die, zo kan je die instellen. Nu in de praktijk is het interessantste om dit niet bovenop je fototoestel te zetten. Dus de standaard manier om een flits te gebruiken is deze hier op de hotshoe te plaatsen. En zo, maar dan krijg je dus licht zoals bij deze video wat recht op je onderwerp valt. Voor video is dat geen probleem, dat zie je ook bij televisie en dergelijke meer. Daar is dat niet zozeer een probleem, maar als je een mooi portret wilt maken bijvoorbeeld, dan is dat niet de beste situatie. Dan is het beter om in plaats van je flits hier bovenop te plaatsen, je flits op 45 graden bijvoorbeeld naar je onderwerp te richten. Iets hoger ook liefst. En als je de mogelijkheid hebt, niet één flits, maar verschillende flitsen, of één flits en omgevingslicht, of en reflectoren en dergelijke meer. Nu, over verschillende. Ik leg het even met de camera. Over verschillende. Hoe noem ik dat? Opstellingen voor in de studio. Dus met één flitslamp of één. Je hebt ook studioflitsers, dus dat zijn dan gewoon. Grotere lampen die ook flitsen, maar die veel krachtiger kunnen flitsen dan dit. En die op stroom werken vanuit het subcontact. Terwijl dit werkt op 4 AA batterijken. Dat kan je dan laten zien. Er zitten 4 batterijken in. Die kan ik onderweg gemakkelijk verwisselen. En dus de opstelling in de studio, hoeveel flitsers en vanuit welke hoek die op je onderwerp ligt, op je onderwerp vallen, dat komt dan later aan bod. Er zijn een aantal gekende technieken rond. Hetzelfde ook voor het licht zelf. Dus eerder heb ik al gezegd, als uw licht
op je onderwerp valt. Dus dan zie je heel sterke schaduwen. Dat is omdat je hard licht hebt. In heel veel gevallen wil je niet dergelijk hard licht. En dan zijn er light modifiers, noemt dat. Dus technieken om het licht zachter te maken. Je kan door een paraplu flitsen bijvoorbeeld, dan wordt het licht meer verspreid. Je kan door een softbox. Een softbox is eigenlijk een box met een witte doek voor, waardoor het licht ook verspreid wordt. Hier in een bout, maar ik moet wel zeggen, dat stelt niet veel voor. Heb je bijvoorbeeld een diffuser. Dit stukje maakt het licht iets diffuser, dus iets minder direct, maar in de realiteit ga je er niet zo heel veel van merken. En dit is om licht te bouncen, dus als je zo flitst dat het licht dat hierop valt, naar je onderwerp valt, in plaats van zo rechtstreeks op je onderwerp. Nu, dat zijn hulpmiddeltjes voor onderweg, maar in de studio heb je natuurlijk veel meer opties. En als het snel moet gaan, kan dit misschien wel iets doen. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook, als je dan toch op je toestel staat, kan je die zo zetten. Zo naar boven zetten. Op het plafond flitsen. Om zo het licht te verdelen over de ruimte, om iets zachter licht te hebben. Nu, je kunt al raden over het plafond flitsen. Dat wil zeggen dat je heel veel licht gaat gebruiken. Terwijl als je rechtstreeks op je onderwerp flitst, ga je maar een bepaalde intensiteit nodig hebben. Net zoals bij een fototoestel is ook bij een flits het instellen van de belichting belangrijk. Dus jij kiest hoeveel licht er op een onderwerp mag vallen. Je kan dit type flitsers, als je een Nikon hebt, neem je best een Nikon, heb je een Canon, neem je best een Canon. Dan kun je dit soort flitsers op automatisch gebruiken. Hier is dat gewoon een slider achteraan, automatisch. En dat betekent dat als je die inschakelt, dat eigenlijk het licht door de lens, nu hoor je die opladen, dan gaat het licht eigenlijk door de lens gemeten worden. Het moet natuurlijk wel via je toestel verbonden zijn. Via een kabeltje of via een remote trigger. Daar kom ik op terug op die verbindingsmogelijkheden. Maar als ik die op automatisch instel, dan zal die zelf kiezen hoeveel licht er nodig is. Dat is in feite, als je dan een foto maakt, dan gaat die afgaan. En dan stopt die van zodra er genoeg licht is. Nu, ik zeg afgaan en stoppen, maar dat is heel snel als milliseconden uiteraard. Nu, maar ik zou aanraden, als je begint met flitsfotografie, zou ik aanraden om manueel te beginnen. Om de eenvoudige reden dat je dan een vaste hoeveelheid licht hebt die jij instelt. En je weet op voorhand wat die hoeveelheid is. En hoe werkt dat op deze flits? Dus ga ik gewoon naar de M-stand, hetzelfde als de camera opnieuw. Dus hier de M verschijnt. Ik moet dan de ISO-waarde instellen. En aan de hand van die ISO-waarde en het diafragma. Die 50 mm is een zoombereik. Dat is uw flits die intern beweegt het naar voren naar achter, waardoor het licht meer open gaat of meer gericht gaat. Als ik dat op 50 mm zet, dan zal het licht wijd genoeg zijn voor het dekken van een 50 mm lens. Terwijl als ik die helemaal op 24 mm heb bijvoorbeeld, dan zal dat licht veel wijder gaan. Maar dan heb ik ook veel meer licht nodig voor diezelfde hoeveelheid belichting. Dus dan zal mijn batterij ook sneller leeg zijn en dan zal mijn flits ook continu opnieuw moeten opladen. Dus geen dat je daar net van gehoord hebt. Nu, als ik die op manueel laat staan, diafragma 4, dan kan ik vervolgens nog de intensiteit kiezen. Dus die staat hier nu op 1/16. Dus dat betekent dat er maar 1/16 van de kracht die flits kan geven, gebruikt wordt. Nu, hier is al een schaalverdeling aangeduid op welke afstand dat uw flits moet staan om dan correct te belichten. Dus dat betekent, als je maar zoveel flits gebruikt, je hebt dat diafragma getal, je hebt die ISO-waarde gebruikt op je sensor of een film van die ISO-waarde, dan moet uw flits in dit geval op 2 meter afstand. Dus die hoeft heel licht te meten. Die weet, op een 16 geef ik zoveel licht dat ik op 2 meter afstand genoeg licht op uw onderwerp zal laten vallen. Dus dan is het aan u de zaak van die flits effectief op 2 meter afstand te plaatsen. Dus hoe regel je de lichtintensiteit bij een flits? Je hebt geen sluitertijd. Ook op je toestel, de sluitertijd heeft weinig belang. Om de eenvoudige reden dat de flits die flitst. En als je sluitertijd langer was dan de lengte van de flits, wat bijna altijd het geval zal zijn, dan heeft dat weinig invloed niet meer op je foto. Wat er wel nog gebeurt,
Er komt nog omgevingslicht binnen, maar in de meeste gevallen gebruik je een flitsjes omdat er niet genoeg omgevingslicht was. Dus dan zal dat klein beetje omgevingslicht dat nog binnenkomt, er ook weinig toe doen. Dus en ook, als je denkt aan sluitertijd in de zin van mijn onderwerp de beweging van mijn onderwerp bevriezen, bij flitsfotografie is het uw flits die zo snel flitst dat uw onderwerp de beweging sowieso bevroren heeft. Nu, waarmee kunnen dan wel de belichting controleren? Je kan aan de ene kant dus de kracht van de flitser uiteraard, meer of minder licht flitsen. Maar als we spreken van een bepaalde hoeveelheid licht, dan kan je alsnog controleren wat de belichting wordt door je flits verder van je onderwerp te brengen. Dus dan gaat er meer licht verloren in de tijd dat het licht op het onderwerp valt of dichter bij je onderwerp komt, waarbij dat het licht aan de ene kant wel een stuk harder wordt, dus minder verspreid is, maar ook veel intenser zal zijn, dus dat je veel meer lichtopbrengst hebt van jezelfde flitsactie. Of je kan het diafragma controleren. Dus je kan een groter diafragma nemen of een kleiner diafragma. Bij een kleiner diafragma zal er voor die tijd dat de flits afgaat, dus niet de sluitertijd van je camera, maar de tijd dat die flits afgaat, zal er een kleiner diafragma zal er minder licht binnengekomen zijn dan als ik een groter diafragma heb. Daarom ook moet deze flits weten op welk diafragma werk je nu. Want ik geef wel zoveel licht af, maar afhankelijk van je diafragma ga je daar veel meer licht van op je onderwerp, op je foto kunnen vastleggen. Of juist veel meer of juist veel minder licht. Hetzelfde met de ISO-waarde, dus hoe gevoelig je film eigenlijk is voor licht, is ook van belang voor de flits. Dus als die gevoeliger is, je sensor of je film, dan zal die uiteraard veel minder licht nodig hebben. En dan kan je zult zien, als ik hier naar ISO 200 ga, dan kan ik mijn flits al veel verder plaatsen voor dezelfde lichthoeveelheid ontvangen op film. Nu, ik zei daarnet dat sluitertijd geen belang had, dat is niet helemaal waar. Aan de ene kant heb je dus wel, zoals ik zei, als je een langere sluitertijd hebt, dan ga je, ondanks het feit dat je belichting bepaald wordt door de flits, toch nog omgevingslicht binnenlaten. Maar aan de andere kant is het ook zo dat een flits, ik zal die even laten afgaan nu, gewoon puur omdat het kan. Hup. Je ziet als een kort moment, in dat moment is aan de ene kant wel van belang. Nu ben ik even aan het schoenen op mijn woorden, omdat ik hier de flits ondertussen ook uitschakel. Dus wat ging ik vertellen? Ja, dus de sluitertijd is ook van belang. In die zin dat een fototoestel de sluitergordijnen bewegen en de synchronisatie tussen uw flits en uw toestel, of beter de sluiter van het toestel, is beperkt. In die zin, als je een flits in een toestel gebruikt, dus bijvoorbeeld een ingebouwde flits, zoals hier. Ik kan die, als ik die inschakel, heb. Dus nadeel hiervan is dat ik die niet los kan plaatsen van mijn camera. Die is ook iets minder krachtig, wel een pak minder krachtig dan mijn afzonderlijke flitsen. Maar als ik die inschakel, dan gaat mijn tijd automatisch naar een 60ste. En ik kan mijn tijd ook niet meer veranderen boven, ik denk, een 250ste. Of misschien is het zelf... Misschien is het voor dat toestel zelf maar een 200ste. Dat betekent dat dat toestel maximaal kan flitsen, kan gesynchroniseerd flitsen en de sluiter bewegen tot een 200ste ongeveer van een seconde. Als je daar boven gaat, dan ga je sluitergordijnen en dergelijke meer zien op de foto. Dus dan ga je een hele zwarte veeg zien op je foto. Dus in die zin is sluitertijd wel van belang. Nu, je kan perfect een 60ste nemen, in zo goed als alle gevallen. Geen schrik aan voor beweging, juist omdat dat moment geflitst geweest is, dus sowieso bevroren is. Waar heeft die maximaal synchronisatietijd, flitssynchronisatietijd, wel belang? Bijvoorbeeld als je buiten wil fotograferen en je wil overdag flitsen, dan kan het zijn dat je ook al ga je naar ISO 100 bijvoorbeeld, wat op sommige toestellen misschien het laagste is, en naar een sluitertijd van, en een diafragma van, laat ons zeggen 4 of 8, dan kan het zijn dat je nog altijd een sluitertijd nodig hebt in volle zon van een 500ste, een 1000ste. En in dat geval is een camera waarbij dat je een hogere flitssynchronisatie hebt mogelijk wel interessant. Er is bijvoorbeeld de Nikon D40, en dat dat een van de laatste modellen was. Nu, dat is een instapmodel. Dat is een model met, denk ik, 6 megapixels.
Maar dat was een van de laatste modellen die een fitsynchronisatie had van een 500ste. Terwijl nu de camera's hebben nu meestal allemaal rond een 250ste, een 200ste. En dan denk ik dat we klaar zijn voor het volgende filmpje, waarin dat we dan kunnen gaan spreken over bijvoorbeeld de soorten licht, hard licht, zacht licht en alle mogelijkheden die er zijn om dit licht naar uw hand te zetten, dus zachter, harder enzovoort te maken. Ook gaan we in een ander filmpje nog een aantal opstellingen gaan bespreken, waarbij dat we 1 flits gebruiken, 2 flitsen gebruiken, 3 flitsers gebruiken. En zonder dan, dat zal het niet moeten worden. En als we dan 3 flitsers gebruiken of effectief iets gaan fotograferen met de flits, dan zal ik ook nog terugkomen op de mogelijkheden om deze flitsers te verbinden met een camera. Oké, bedankt en tot het volgende filmpje dus.